Wat ik dus wel eens gezegd heb horen worden, is dat de sancties op Rusland misschien een mogelijkheid geven voor verduurzaming, omdat we dan in ieder geval van het gas af kunnen. In ander nieuws. Oostenrijk opent opnieuw kolencentrales, omdat ze de gascentrales niet meer kunnen draaien doordat Rusland niet meer levert. Ja. Want dat is wel beter, toch? Zeg maar ecologisch gezien. Ja, ik weet niet eens hoe. Dat had ik misschien kunnen opzoeken. In ieder geval een stuk slechter. En het laat gewoon zien dat we niet. Er is gewoon zo niet nagedacht. Volgens mij wordt er nu ook geschreven of gesproken van een zevende ronde sancties. Of zijn er al zes? Oh, Ja, interessant. dat was dat gedeeltelijke verbod op olieimport. Ja, dus op dit moment is dat gewoon van. Wat wil je bereiken? Waarschijnlijk kijkt Rusland nu ook in een soort van verwarring en amusement van zevende ronde Fuck are you doing sancties. over there, weet je? Je gelooft er echt in, hè? Je gelooft echt dat nog net iets meer dan gaat het werken. Het is best wel gewoon treurig, want het is een beetje. Ja. Het doet me een beetje denken aan van die films over de Tweede Wereldoorlog, dat gewoon de Sovjets op de poorten van Berlijn kloppen. En dat Hitler zo zit van, nee, we gaan het Rode Leger verpletteren en we gaan heel Eurasië veroveren. Dat je denkt van, Give it up, bro. je ziet toch dat het gewoon niet werkt. Je kan hier ook mooi zien hoe die economische oorlogvoering gaat. Dit is dus tot eind maart. Dit is de waarde van de euro tegenover de roebel. En je kan het globaal zo zien. Hoe hoger het lijntje, hoe beter het gaat voor Europa ten opzichte van Rusland en andersom in de economische oorlog. En sinds 2015 is de koers van de roebel ten opzichte van de euro niet zo gunstig geweest voor Rusland. Dus het is een complete mislukking op Ja, en dit ik vind het wel ergens ook wel grappig om te zien dat, zeg maar, mijn voorspelling, hè, om even wat veren in mijn eigen reet te steken, uitgekomen over, zeg maar, dus het feit dat dan iets niet werkt, de sancties, maar dat ze zo onvermogen hebben tot denken en tot politiek denken. En dat ze daardoor, in plaats van zich aan te passen, want je zou erachter kunnen komen van, oh, het werkt niet, dus we gaan wat anders doen. Dat Ja. kunnen ze niet. Maar, want ze zijn niet politiek gedreven, ze zijn ideologisch gedreven. Dus het gevolg ervan is dat ze alleen maar gewoon double down kunnen gaan. Nou ja, met dit soort dingen. Regeringsleiders pretenderen om het milieu te geven. Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar vinden ze Rusland kut vinden ze een stukje belangrijker. Ja, maar het is ook gewoon inderdaad hoe hun wereldbeeld in elkaar zit. Van het kan niet zo zijn dat Europa en de VS de onmisbare component zijn in de wereldeconomie. Nu begint de rest van de wereld door te krijgen dat dat misschien wel niet zo is. En dat zij misschien wel prima zonder ons kunnen. Sterker nog, dat ze ons misschien wel kunnen missen als kiespijn. Nou ja, dat neemt nu vorm aan. Ik zag ook dat laatste minister van Buitenlandse Zaken van India bij een of ander diplomatiek forum werd geïnterviewd. En iets van 5 keer stelde die interviewer een variatie van dezelfde vraag. Namelijk, uiteindelijk moeten jullie een kant kiezen in het conflict tussen het Westen en Rusland. Welke kant kiezen jullie? En elke keer probeerde die opnieuw uit te leggen. Voor India is de realiteit anders. En is het niet een kwestie van kiezen tussen kanten, omdat de beweegredenen en de overwegingen in India's buitenlands beleid heel anders liggen dan in Europa. En ondanks dat bleef de interviewer telkens dezelfde vraag stellen. Tot op het punt dat hij uiteindelijk zei: Europe should grow out of the delusion that Europe's problems are inherently the world's problems. Hij had ook nog de Verenigde Staten erbij mogen noemen, maar ja. Ja, nou ja, dit is dan iets wat op het Europese continent afspeelt. Maar het is inderdaad wel zo dat Europa zo heel erg het beeld ook wil hebben van het is de hele wereld tegen Rusland, want iedereen geeft om Oekraïne. Maar de rest van de wereld gaat hierdoor juist met des te meer afkeer naar Europa kijken. Maar het is ook Omdat niet ze dat ze zien dat alle conflicten die over de hele wereld gaande zijn geweest over de afgelopen decennia, met verschillende maten van betrokkenheid van Europese landen en van westerse landen, dat het niet eens een fractie van deze aandacht heeft gekregen.
Nee, maar en ik wil ook gewoon bestrijden het idee dat de Europese politici geven om Oekraïne. Dat is helemaal niet zo. Nee. Ze geven om tegen Rusland zijn. Daar geven ze om. En ze gaan liever laten ze Oekraïne langer deze oorlog voortduren. De Europese politiek en de Amerikaanse politie of wie er ook precies aan de touwtjes mogen trekken, dan dat ze een vredesakkoord tekenen waardoor dat land beter, of het land, in ieder geval de mensen en de gebouwen en weet ik veel, dat het allemaal in een betere staat blijft. Ja, maar meanwhile zie ik nog elke dag berichten voorbij komen van we gaan alles terug veroveren en weer, of tenminste, nou niet elke dag, dit is een soort nieuwe golf, heb ik het idee, van dat soort berichten, ook over dat de Russische militairen slecht presteren en slecht gemotiveerd zijn en zo. Dat was even weg een beetje, maar het is een nieuwe effort om dat narratief te pushen, volgens mij. Ja, ik probeer daar een soort van trend in te ontdekken en het lukt niet. Want het gaat alles door elkaar. Dat op de ene dag Zelensky zegt, we verliezen 200 troepen per dag. En de andere dag zegt hij, ja, we hebben in totaal de hele oorlog 3500 mensen verloren. Ja. Omdat ze de ene dag zeggen, we moeten onderhandelen over de status van bepaalde gebieden voor een vredesakkoord. En dat ze de andere dag zeggen, we gaan alles terug veroveren. Niet alleen voor observers zoals wij is dat, dat je denkt van oké, wat moeten we hiermee? Maar des te meer voor Rusland, die dan denkt van oké, jullie zeggen open te staan voor onderhandelen. Maar wat is jullie standpunt? Dat is gewoon zo inconsistent. En ja, dat maakt het onmogelijk om tot een soort van overeenkomst te komen. En wat de beweegredenen achter die tegenstrijdige berichtgeving is, ik heb echt geen idee. Dus ik kan er geen touw aan vastknopen. Nou ja, het is heel moeilijk als je liegt om een story straight te houden, toch? Op een gegeven moment weet niemand meer wat de fuck nou eigenlijk de boodschap is. Gewoon, zij weten het ook allemaal niet. Kunnen dit wel zeggen? En dan verwachten ze toch wel, want dit hebben we ook vaak gezegd. Het gaat meer om het scheppen van een beeld, zeg maar. En of het dan feitelijk klopt, dat boeit eigenlijk geen reet. Want niemand let daar echt op. Ja. Zeker de mensen die het willen zien niet. Want die denken gewoon, oh ja, Rusland is gewoon slecht. En dus, oh ja, tuurlijk gaat het slecht met de Russische troepen. Oh, tuurlijk gaan ze alles veroveren. Toen dit? Oh ja, bla bla bla. Het is allemaal gewoon blablabla, het boeit niet zoveel. Maar ik merk ook beide kanten op dat er gewoon narratief in worden aangebracht van, ik hoor ook al weken of maanden mensen zeggen dat deze signalen betekenen dat het Oekraïense leger op het punt staat geheel te breken. Ik bedoel, er is vooruitgang voor Rusland, maar het is niet dat er een soort van watershed moment is geweest waarin ineens het compleet is ingestort en de linie 400 kilometer is opgeschoven. Misschien komt dat nog, maar je kan niet een maand lang elke dag blijven zeggen dat het op het punt staat te gebeuren. Dan wordt het een beetje de terugkeer van de Messias. Ja, hij komt. Ja. De lieve goede Messias. Ja, dat is een goede vergelijking. Ja. Maar goed, wie wel terugkomt, dat zijn de kolencentrales. Binnenkort Jezus, ook weer stoomtreinen in Europa. En wie weet, binnenkort kan je een leuk tripje Amsterdam naar Utrecht maken met de trekschuit.